Welkom bij Rijnmond. Minister Koren van Nieuwenhuizen is vandaag terug op de plek waar zij geboren is, in Ridderkerk. Hier liggen namelijk meerdere gevaarlijke kruispunten, zogenoemde black spots. En dit is er ook eentje, op de kruising van de Voorweg en de Rijksstraatweg. Nou, er wordt 4 ton uitgetrokken de komende tijd om dit punt aan te pakken. En dat is keihard nodig. Jullie fietsen hier iedere dag. Hoe zou jij dit kruispunt omschrijven? Ja, wel gevaarlijk, want er komen ook gewoon heel veel auto's en er komen hier heel veel schoolkinderen langs. En niet alle schoolkinderen letten gewoon snel op of zo. En als daar snel een auto door de bocht komt, dan ben je wel snel een ongeluk heb je dan. Dan komt er bijvoorbeeld een bus aan, precies. En dan weet je niet of je moet remmen of dat je moet doorgaan. Als het gevaarlijk is, dan moet je er natuurlijk wel wat aan doen, want je wil niet dat er ongelukken gaan gebeuren. Er moet wel goed op gelet worden op verkeersveiligheid. Dus dat hier heel veel geld naartoe gaat, dat vind je hartstikke goed. Ik vind het terecht, ja. Ja, je hoort het. De fietsers zijn heel erg blij dat dit punt wordt aangepakt. Minstens net zo blij als wethouder Meij van de gemeente Ridderkerk. Nou, dit is inderdaad een gevaarlijk punt. Het is een 50 kilometer weg, maar geen vrijliggend fietspad. En wat je dan ziet, is hier dat de meeste fietsers, nou je ziet het nu ook, die fietsen rechtdoor. Terwijl hier het verkeer, het autoverkeer, rechts al voorrang heeft. Dus dat levert heel vaak gevaarlijke situaties op. Nog niet zodanig dat er veel ongelukken gebeuren. Maar wij willen juist de risico's voor zijn. En hier straks de rotonde aanleggen van het geld wat we nu voor een groot deel van het Rijk krijgen om dit soort zaken te subsidiëren. Nu is de gemeente Ridderkerk niet de enige gemeente die aan de slag gaat met dit soort kruispunten. Het ministerie heeft 165 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van dit soort blackspots in Nederland. Nou ja, verkeersveiligheid is ontzettend belangrijk, want ieder jaar verongelukken er ruim 600 mensen in Nederland. En nog eens tienduizenden die ernstige ongelukken krijgen, waar ze soms levenslang last van hebben. Dus vandaar dat ik voor heel Nederland voor 10 jaar 500 miljoen heb uitgetrokken. En nu echt geprobeerd om gemeenten te verleiden om hier ook in te investeren. Ook al hebben ze het soms financieel moeilijk, door de Rijksverdubbelaar in te zetten. Dus we betalen 50% van het project. En dan zie je dat gemeenten daar gelukkig enthousiast op reageren. Als je het kaartje van Nederland ziet waar de subsidies nu allemaal neerstaan, dan is het echt een mooi schot hagel over heel Nederland.